En de man die je nu in beeld gaat zien is een hele speciale. John Landy heet hij eigenlijk, maar zijn naam, zijn bijnaam is Pelé. En daaronder kennen velen hem. Deze geweldige knokker uit Brazilië. Een man van wie je zou zeggen van oké, dat zal eentje zijn op de grond goed uit de voeten kan. Dat kan hij zeer zeker. Maar hij is heel erg staand goed. Staand met knieën, staand met trappen, staand met stoten. Pelé, terwijl John Landy. We gaan dadelijk even kijken naar een aantal beelden van deze supervechter uit Brazilië. Hoe hij anderen, normaal gesproken, de ring uit slaat. En het is bijzonder indrukwekkend, deze Pelé, oftewel John Landy. Hij zal het zwaar gaan maken voor zijn tegenstander dadelijk. Hier zien we hem bij wedstrijden in Brazilië. Kijkt u mee, geniet u van deze supervechter uit Brazilië. Dan zijn tegenstander ook geen kleine jongen, Martin de Jong. Een aanhanger van het Braziliaanse Jiu-Jitsu. Sterk op de grond, maar ook sterk staand. Het Bad Boys Gym. En het zal een vraag zijn voor hem hoe hij zich staande kan gaan houden tegen deze Pelé. Want Pelé, we hebben het gezien, is sterk, is befaamd en berucht. En de vraag is, zal de Jong dat geweld kunnen weerstaan? De Jong die erg gevarieerd vecht, veel kan. En we zullen ook van hem even gaan bekijken hoe hij zich heeft geweerd de afgelopen jaren. Martijn de Jong, dus een technicus bij uitstek. Hier ziet u hem staan. Ja, en het zal wat worden. Pelé tegenover hem aan die andere hoek. Is natuurlijk een man met name faam. Hier het gewicht. 84 kilogram voor de Jong. 32,6 voor Pelé. Nagenoeg even groot. Dus wat dat betreft zal er weinig verschil zijn. De vraag is of het superieure grondwerk van de Jong het goede staande stoot- en trapwerk van Pelé zal kunnen weerstaan of omgekeerd. Meteen gaat Pelé naar de grond. Meteen de eerste trap wordt de been gepakt. Kijk hoe de Jong dat goed blokkeert. Die knie ervoor. Maar even maar. Mooie takedown door Pelé. En dan op de grond. De Jong neemt zijn tijd. Rust goed uit daar. Ook nu, dat is een kwestie van tactiek. Als je genoeg techniek in huis hebt, kun je op de grond ook gebruik maken van die rustperiodes. Maar dan moet hij hem wel bezighouden. Pelé gaat nu zoeken in die opening. Zal proberen vanuit deze side mount in een full mount te komen. Maar hij moet dan zijn lichaam eerst kantelen en draaien. Daar gaat hij bijvoorbeeld, juist. Nu zit hij in die mount. Je zag even hoe hij dat... Hij weet natuurlijk ook dat de Jong heel handig is daarin. Hij zocht echt het moment dat hij er overheen kon komen. Nu die benen gekruist. Hij is heel handig hoor, die Pelé. En de vraag is wanneer hij overeind zal gaan komen. Wanneer hij gaat proberen die stoten te maken. Ja, oh wat mooi gedaan. Wat knap van de Jong zeg. Die kanteltechniek, maar toch weer die snelle Pelé die de boel weer omdraait. Het zijn twee verfijnde technici. Pelé en Martijn de Jong. En je kunt hier alle mooie ins en outs van dat kantelwerk zien. Van het zoeken naar die positie op de grond. Pelé wacht. Zoekt en kijkt. De Jong
weet dat hij moet uitkijken bij de opstand. Want die Pelé is snel, hij is explosief. Zodra hij de kans ziet, springt hij erop. Kijk hoe voorzichtig de jongen overeind komt. Hij weet, als ik zomaar opstap, krijgt hij trap in mijn gezicht. Pelé is het soort type man dat je in slaap zust. Harde trappen naar de benen, dat vooralsnog heeft dat weinig effect. De Jong blijft cool en rust uit. Hij zal pas overeind komen als hij heel zeker weet dat Pelé niets kan doen. En daar moet hij vooruit kijken, want op het moment dat hij omhoog komt, is hij kwetsbaar. Weer een trap van Pelé. Het is zoeken, het is blijven werken. Ja, mooi ontweken. Creativiteit genoeg bij De Jong, die vooralsnog zijn hoofd koel houdt. Ja. Het moment is, wanneer sta ik op? Nu bijvoorbeeld. Juist, kijk. Pelé geeft hem de kans daarvoor. Stap weg, want ook hij ziet dat er weinig eer met de balen valt en het gevecht moet doorgaan. Dreigen door De Jong. In beweging, op afstand. Tot nog toe moet ik zeggen, gaat het erg gelijk op. Binnenkant been. Hoge trap. Het zijn van die prikbewegingen echt... gemaakt om te proberen. En weer naar de grond. De takedown van Pelé. De side mount. Dan moet hij er overeen zien te komen. Dat zal zo gaan gebeuren. Hij wermt zijn linkerbeen erbij voorlangs. Daar kan hij mee consolideren. En hij moet de jongen uitkijken. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja, ook Pelé schudt zijn hoofd. Hij weet van, ik heb een man tegenover me die dat kan. Een man die weet wat hij doet. De low kick van Pelé, de high kick van De Jong. Dit is hogeschool, zegt. Dat kunnen we rustig stellen. Hier is geen enkele beweging overbodig. Hier is geen enkele beweging die zomaar gemaakt wordt. Alles heeft een bedoeling. Misschien ziet het publiek soms liever het betere ram- en roswerk. Maar als je van een fijn privo bent op dit gebied, dan kun je hier je hart ophalen. Knieën door Pelé. De jongen houdt zijn hoofd en zijn lichaam goed recht. Schuift aan, blijft er dichtbij en geeft Pelé geen kans om die knieën te maken. We hebben die beelden hier vooraan voorafgaand gezien hoe Pelé met die knieën goed overweg kan. Hoe die ook in Brazilië menigeen al onderaan heeft geschoffeld. Niet dus tegen Martijn de Jong. En het is een... pluspunt voor De Jong dat hij deze grootheid uit Brazilië zodanig kan bezighouden. Ja, naar de grond. Het is nu dat ook De Jong op de grond ontzettend goed uit de voeten kan. Hij kent alle ins en outs van het Braziliaanse jiu-jitsu. Pelé, een aanhanger van het shootboxen, maar natuurlijk ook zeer goed geschoold in het Braziliaanse grondwerk. En weer de rust bij De Jong. Dan moet je maar op kunnen brengen natuurlijk, als je daar zo ligt. En er staat zo eentje boven die jou alleen maar achter tevoren wil schoppen. Dan moet je de rust in je kunnen hebben om dat te kunnen volhouden. Ook De Jong laat zich niet gek maken door het gefluit van het publiek. Want hij weet, als ik overeind kom en ik ben iets te laat, dan heb ik kans dat ik in een trap aanloop. Overeind. De strijd gaat verder. De wedstrijd op het scherpste snee, dat wel hoor. En u hoort het, er zijn geen rope escapes, er is geen break. Het is gewoon 10 minuten voluit gaan hier bij Vader Tudor. Oftewel, alles mag zo'n beetje. Ja, een beetje psychologische oorlogsvoering voor de kant van De Jong. De low kick van... Ja, dat is het probleem natuurlijk met zo'n low kick. Als die man erop kan reageren en het been kan vasthouden, dan heb je een probleem. Of je moet zo idioot hard trappen dat je met iemand opzij kunt schoppen. Dichtbij. De Jong op de grond. De takedown van overgenomen en de full mount nu. Hij zit er bovenop, nu eroverheen. En nu kan De Jong wat gaan doen daar. Nee. Kijk eens even hoe Pelé eruit komt. Aan de achterkant, in de 69 position. Nu misschien dan kan die knieën gaan werken. Daar, nee, hij blijft stoten. Pelé draait zich om. En kantelt op zijn beurt weer De Jong.
Dit is mooi werk hoor. Dit is mooi grondwerk. Als je van grondvechten houdt, dan is dit een menu voor fijnproevers. Het zoeken, het plaatsen, iemand ervoor neerzetten, arm inschuiven, losmaken. Het is counter op counter. De benen worden gepakt en bijna. En weer is het Pelé die eruit komt. Weer is het Pelé die staat. En de jongen die het gevecht van de grond af moet gaan, proberen te controleren, te corrigeren. Dat kan straks wel in zijn nadeel eindigen straks. Dat zou kunnen leiden tot een aftrek met punten misschien. Of in ieder geval idee geven aan de juryleden dat hij daardoor wat zwakker zou zijn. Hoge schoppen van de jongen, daar brengt hij zichzelf noodloos mee in gevaar. Takedown door Pelé. De meeste takedowns zijn gemaakt door Pelé. Door de donkere man. Stoten van de jongen op de zijkant van het hoofd. Ja, dat zal hij niet echt verschrikken, denk ik. Er zal meer power aan komen. Het probleem is dat de jongen zijn linkerhand nodig heeft om de boel te controleren aan die rechterkant. Als hij die hand weghaalt, dan zit hij er overheen. Side mount van Pelé. Nu proberen dat been er overheen te halen, maar dat weet ook de jongen. Die controleert goed met dat linker knietje. En weer staan. Ja, ook Pelé heeft er moeite mee. Hij komt er niet goed bij. De jong draait sterk. De jong doet geen zins onder voor deze sterke man in Brazilië. Bijna. De counter was aardig geprobeerd met rechts. Pelé is sterk in die clinch. Komt er goed uit. Nu achter. Een beetje een erg onorthodoxe manier van stoten geven. Maar je ziet ook een beetje de besluiteloosheid bij die Pelé toeslaan nu. Zo van, ja, ik kan weinig met deze man. En dat is een verdienste van de Jong. Op de rug gezien. Martijn de Jong. En John Landy alias Pelé is ook vermoeid aan het worden. Krijgt meer tegenstand dan verwacht hier. De man die gewend is om iedereen op te rollen, moet hier heel hard vechten. Heel hard. Ja, hij zit nu met die knie te klungelen, maar daarvoor staat hij niet goed. De takedown van Pelé. De laatste minuut gaat nu in. En nogmaals, die valpartij net, ook dat is weer het gevolg van vermoeidheid hoor. Dat zie je bij beide. Wat wil je? Hier wordt dus 10 minuten lang continu geknokt en gevochten. Dat is bijzonder zwaar. Er is geen rustpauze, er is geen stop eigenlijk. Er zijn geen rope escapes, niks. Dit is Vale Tudo. En beide nemen de tijd. Beide nemen de tijd om uit te rusten. Vooral dat. Want hoe je het draait of keert, ook bij de Braziliaan, is de pijp een beetje leeg. Hier wordt geconsolideerd. Hier wordt gerust. Niet gevochten op het ogenblik. Want ook de Braziliaan is moe. Hij probeert te zoeken, probeert die positie te krijgen die hij nodig heeft om wat te gaan doen. Maar de jongen is zo handig. De jongen is zo cool om dat allemaal tegen te houden, om het allemaal te pareren. Ook op de grond. En dan komen al die uren van vechten op de grond. Al die vele trainersuren die je gemaakt hebt in de gym tot een recht. Nou, van mij benieuwen. Het einde van deze strijd. Wat gaat hier gebeuren? De juryleden, zo die vele takedowns die we gezien hebben, en er waren er heel veel, van deze Pelé, gaan waarderen. In een onbeslist en in het Vale Tudo is er geen onbeslist. Ik ga me even bezighouden met de juryleden. Je hoort Dennis de Preter zeggen, er is geen onbeslist in het Vale Tudo, er moet een winnaar komen. Dus wat gaat dat worden? Een onbeslist zou voor mijn gevoel beter zijn geweest. Want ondanks dat Pelé veel takedowns heeft gemaakt, is de jongen toch geen zin is de mindere geweest. Maar misschien was hij wat actiever. Misschien was hij wat agressiever en gaat dat dan tellen. Dat zou kunnen. Nogmaals, de vele keren dat de jongen onderuit is gegaan, ondanks dat het geen effect had uiteindelijk, kan het toch gaan meewerken in de uiteindelijke beslissing. Beluisteren. De winnaar, he comes from Brazil. John Landy alias Pelé, hij wint deze wedstrijd van Martijn de Jong. Maar het is een hele, hele nipte zege hoor. En hier heeft hij heel veel werk aan gehad. Een heel sportief gebaar van Martijn de Jong.
Hij heeft het kunnen beamen. Twee technici die hier aanwezig waren in de ring. Waarbij het zo moeilijk is om naar een arm of naar een beenclip te gaan. Twee prachtige technici, zoals de speaker zegt inderdaad. Pele. Dat klopt. Goed werk van Martijn de Jong, die ondanks dat hij de partij verliest, kan terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Pele, hier is de bokal voor jou. Ladies and gentlemen, Martel Vos van de Quote wordt de beker uitgereikt aan Pele Langie.